Benny Joling, want die heeft zich de woede van enorm veel fans op de hals gehaald. Wat ja, is er aan de hand? Dat deed hij via Facebook. Daar is hij enorm tekeer gegaan tegen mensen die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. En daar had hij ook een naam voor bedacht. En dat noemde hij echt achterlijke asociale wappies. <laughs> En uh, ja, daar werd toch echt wel met, uh, ja, met heel veel vuurwerk op gereageerd. Dat had hij misschien niet verwacht. Maar uh, ja, juist heel veel mensen vonden dat echt niet kunnen. En die hebben ook daartegen geageerd op zijn Facebookpagina. En gezegd van dat ze dat eigenlijk gewoon uh, vonden dat hij dat niet kon maken. Maar hij vindt dat. En hij vindt dat we een voorbeeld moeten nemen aan de mensen... bijvoorbeeld in uh, Duitsland, uh, België en Frankrijk... Ja, waar dat gewoon veel meer geaccepteerd is en mensen daarin gewoon meegaan. En uh, ja, je, er zijn dus heel veel mensen onder zijn volgers. En uh, ja, dat had je misschien ook wel een beetje kunnen denken. Het zijn voor die achterhoekers, die zijn natuurlijk best een beetje rebels. Ja, die trokken dat niet. Dus uh, oorlog in de achterhoek. Ik denk dat Kijk. Benny de krant ook niet goed luistert. Want in al die landen is er net zoveel verzet als hier hoor. Dus... Ja, dat nou, kun, kun je nagaan. Maar het is een uh, man die vanuit de emotie uh, reageert. Dus dat heeft hij nu gedaan.